De 9-jarige Riquel Mikroni is gisteren bij een verkeersongeval om het leven gekomen. De jongen zat in een schoolbus die werd aangereden door een personenauto. Volgens het voorlopige onderzoek reden zowel het busje als de personenauto vanuit Tamarejo richting Meerzorg. Ter hoogte van Richelieu beschreef de schoolbuschauffeur een rechtse bocht. Daarbij werd de bus aangereden door een personenauto die bestuurd werd door een 29-jarige man. De autobestuurder haalde twee andere voertuigen in en ramde de bus zo hard dat die omsloeg. Riquel raakte met zijn hoofd bekneld tussen het voertuig en het asfalt en overleed ter plaatse. Enkele andere scholieren hebben lichte verwondingen opgelopen. De veroorzaker is aangehouden en ingesloten. Riquel Mikroni is de 65ste verkeersdode voor dit jaar. Vanmorgen vond bij de kruising van de Henk Aronstraat en de Letitia Vriesdelaan een zware aanrijding plaats tussen een personenauto en een pick-up. De pick-up ging na de klap dwars door de schutting van het kerkgebouw van het Leger des Heils en belandde op zijn zij. Gelukkig vielen er geen doden. Een van de bestuurders moest wel naar de spoedeisende hulp. De schade aan beide voertuigen is enorm. De politievoorlichtingsdienst had nog geen nadere details over het ongeval.